voorzitter. Ik rond af. Ik hecht er waarde aan om te zeggen dat wij als bestuur in contact blijven met de RVC en directie. Afgelopen vrijdag hebben we een constructieve bespreking met elkaar gehad. Voordat het onderzoek dat nu loopt langs de colleges wordt geleid en aan de raden wordt voorgelegd, zullen we met de RVC en directie in gesprek treden. Met respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Voorzitter, mag ik die later nog even, want ik weet wel dat hier nog redelijk belangrijk was, maar komt dat eerst even iemand anders. Maar geldt dat alleen voor Almelo of geldt dat voor de hele, voor de andere gemeentes net zo? Want de wethouder kan wel garanties geven van de gemeente Almelo, maar niet voor de rest van de gemeentes, denk ik. Wij hebben afspraken gemaakt en wij zitten in die overgangsperiode die met ons is afgesproken om te komen tot de doorontwikkeling van die maatschappelijke onderneming. Daar hebben we tijd voor nodig. Het is een onderneming waar op dit moment 2100 mensen bemiddeld worden. Daar hebben we tijd voor nodig om zelfstandig te worden. In die tijd en in die tijd die we nodig hebben, zijn wij ingehaald door de mededeling die out of the blue kwam vorig jaar in december van het dagelijks bestuur. Dat er een onderzoek zou gaan plaatsvinden naar het voorkeursscenario, de gemeente Almelo in de regierol en beperking tot de SW, dus beperking tot de wettelijke taken. Terwijl wij juist hardgrondig van mening zijn en hebben laten zien dat het succesvol is door geïntegreerd alle groepen van de participatiewet te bemiddelen naar werk. Is er sprake van een verschil van inzicht tussen de Raad van Commissarissen en het dagelijks bestuur van de SOWECO? Ja, een verschil van inzicht is er en dat heeft vooral te maken met het proces. Wat wij op dit moment, wat gevoerd wordt, het onderzoek van IROCO. Wij hadden gevraagd om het onderzoek veel breder te trekken dan de onderzoeksopdracht zoals die nu luidt. En ja, daar heeft het dagelijks bestuur geen gehoor aan gegeven. En want zoals u weet is er een vervolgonderzoek van IROCO. En daar heeft nu het dagelijks bestuur van gezegd, wij geven jullie wel een betekenisvolle rol bij de afronding van dat onderzoek. Dus daar, hopelijk kunnen we daar dus onze, nou ja, zeg maar, de gelegenheid krijgen om iedereen goed te informeren over ons standpunt. En wij zien eigenlijk niet in waarom er nu dit onderzoek gestart moet worden, terwijl we nog in de periode zitten die we met elkaar hadden afgesproken om te bewijzen dat dit de goede route is. Bestaat. Wat zijn de eerstvolgende stappen in het dossier SOWECO? Dat is nu afronden van het onderzoek door IROCO. Ons dan de gelegenheid geven om daar commentaar op te leveren en dus goed luisteren naar wat wij daarvan vinden en ook meewegen in de conclusie. Dank u wel. Oké, graag gedaan.